Hoi allemaal, welkom terug. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Senneke en het is vandaag maandag. Jeroen, die zit hier aan het gamen. Jeroen, welk spel ben je aan het spelen op de iPad? Ik ben mijn Battle Girls en iemand loopt mij de hele tijd de hand op. Oké, maar Jeroen was in ieder geval Roblox aan het spelen. Hij heeft zijn avondeten al gehad. Het is een beetje laat. Ik start vanavond de vlog vrij laat. Omdat ik super veel last heb van mijn schouder weer. Ik heb weer kou gevat. En het is gewoon de rechterkant. Die zit gewoon zo wat vast. Afgelopen weekend was het gewoon echt heel heftig. Maar het wordt steeds minder. Maar ik slaap daardoor echt super slecht. Maar life has to go on. Dus ja. Maar daardoor kon ik de camera niet echt oppakken. Want die pijn ook gewoon kan niet echt goed naar rechts draaien. Het trekt helemaal door naar mijn arm. Dus vandaar dat ik zo laat ben begonnen met deze vlog. Niet boos worden op mama. Dat is verkeerd. Dat ze proberen te missen. Ja, inderdaad. Ik probeer in ieder geval nog gewoon aan mijn afspraak te houden door gewoon zoveel mogelijk te posten en consistent te blijven. Maar vandaag wil ik jullie even laten zien wat ik heb gekocht afgelopen weken. Ik heb dit broekje voor Jeroen gehaald. Even een Bermuda broekje, een donkerblauwe. Deze is van de Mango. En dit heeft hij ook aan op de foto die jullie hier links zien. Ja, super cute. En daarnaast heb ik ook nog dit leuk setje van de Nikki. Die heb ik nog niet. Van Nikki, die heb ik dus nog niet aangehad. Ja, dat is niet goed. Maar super leuk. Dit rokje met dit topje erbij. Hoe cute is dit? Hallo. Ja, het is echt, ja, ik moet het even vastmaken voor jullie, misschien dat jullie dan beter zien. En ik kijk even kijken. Ja, super leuk. En het is gewoon matching, zo cute. Hallo. Nou, helemaal vacation ready. Dus dat gaan we allemaal in de koffer opvoeren. We gaan namelijk een aantal van mijn kleertjes alvast kopen. Alvast moest ik gewoon doen. Maar drukte. Outfitje nummer 2. Ik pak heel even een rokje erbij. Ben ik weer. Nou, dit super leuk rokje. Kijk hoe cute. Die knoopjes. Deze heb ik al aangehad. Ik heb helaas nog geen goede foto kunnen maken waarbij je de outfit heel goed kan zien. Maar ik heb hier even een foto waar ik het even had gepast om te kijken hoe die zit. En hij zit super leuk. Maar ik heb alleen nog niet echt een leuke Insta foto gemaakt. Dus als ik hem weer aandoe en een post op Instagram, doe maar alsof je het nog niet eerder hebt gezien. Wat? Dit is hem. Lijkt op een mini-jurkje. Nee, dit is dus een kooltruitje. Maar dat kunnen jullie hier zien op de foto. Met een rokje. Het is echt zo cute. Ja, dat is hem. En toen heb ik nog schoenen gehad. Want ja, als ik met Juno op stap ga, ga ik niet met hakken of zo. Maar wel gewoon heel comfortabel. De Nike's. En welke Nike's? Hey. Deze. Hoe cute zijn deze? Hallo. Deze zijn zo mooi. Ik hou echt van deze. Dit is echt een mooie zachte roze. Ja, zachte kleur. Maar ik weet niet. De oefen zijn die stiksels die het soort van een beetje highlighten. Waardoor het net... Het is zacht, maar ook weer fel. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar zo leuk. Ja, nee, deze vind ik echt super cute. Ik ben er helemaal weg van. En die kan ik gewoon met dat rokje aandoen, als ik dat zou willen. Met een denim rokje, of course. En misschien gewoon met een leuk wit shirtje of zo. Als ik op vakantie ben, kan ik ze gewoon zo aandoen. En misschien zelfs met dat topje, maar dat zou ook gewoon met een wit shirtje kunnen. Ja, dit vind ik echt super leuk. Ik was ook op zoek naar of ik deze kon vinden voor Genoa.
Maar ik kan die helaas niet vinden. Maar dan die Dunks, dus gewoon die lage model. En dat is voor hen dan met een roze, zacht roze open Bermuda broekje en een wit shirtje. Super cute voor vakantie. Maar ik ben er nog op zoek naar, dus mocht jij wel die roze lage Dunks vinden, dit model, maar dan voor jongens. Maatje 34 heb je nu toch, Genoa? Ja. Maatje 34. Link dan even onderaan. Of stuur me een Instagram DM. Dan kan ik hem meteen even regelen. Want ik wil zo veel mogelijk matching met Genoa deze zomer, Noah. Heb je er zin in? Yes! Mooi, anders ik wel. Genoa heeft net pasta gegeten. Pasta la vista. Pasta la vista. En ik heb nog niet gegeten, want ik heb nog niet echt wat trek. Nee. Maar dat komt ook omdat ik vandaag mijn eerste nieuwe opdracht binnen heb gekregen. Waarbij ik fysiek op locatie moest werken. En toen heb ik daar in de kantine lopen snacken. En ik zit eigenlijk nog steeds een beetje vol. Ja. Ja, dat was mijn geheim. Nee, ik heb dus echt heel veel pijn, jongens. Nog een update. Juno en ik gaan in augustus gaan we weg. Ik heb al geboekt. Waar we heen gaan, dat zien jullie wel. Maar in de maand juli hebben we nog een paar leuke trips binnen Nederland waar we heen gaan. Juno, ik hoop echt dat jullie me verstaan. Want Juno die gaat er gewoon doorheen. Wil je nog wat zeggen, Juno? Nee, ik vind het Wil je even zingen? Zing maar even. Nee. 3, 2, 1, go. Oké, nou dat was je moment. Oké, ready? Oké, nu kan ik verder met mijn gesprek, Genoa. Anders moet ik een hoop gaan lopen editen tussendoor. Okay. Waar ik ook geen zin in heb. In ieder geval, Genoa en ik hebben een paar leuke trips staan binnen, gewoon binnen Nederland. En dat doen we gewoon in de maand juli. En we gaan in Amsterdam wat leuks doen. We gaan naar Breda. Daar hebben we ook wat leuks staan op de planning. En volgens mij ook nog even naar langs Brussel of Antwerpen. Want daar ben je niet echt goed geweest, vind ik, Genoa. Antwerpen. Yes. Ik weet dat je Brussel leuk vindt. Maar Antwerpen heeft hij nog niet echt goed gezien. Dus dat gaan we dan ook nog eventjes doen. Want de schoolvakantie begint donderdag. Het is over 3 dagen is het alweer zomervakantie. Like, oh my god. De tijd gaat snel. En Genoa, die is over naar groep 6. Dit is zo leuk. Maar ook weer een beetje bang. Want ja, hij groeit daardoor ook gewoon zo hard. Het leven gaat zo snel. En dadelijk heeft hij me misschien niet meer nodig. Genoa, beloof je mij dat je voor altijd... Dan voor altijd... Beloof je dat je mij de komende 2 jaar op zijn minst, of na 2, kan ik nog maar rekenen? 6, 7, 8, wow. 3 jaar nog mijn hulp wilt. Ja. Ja. In ieder geval nog dingen met mij samen wilt doen. Noe, nog samen TikTok vlogjes maken en game video's en spelletjes samen wilt spelen. Genoa. Ja! Zie je? Het begint al. Hij vergeet me nu al. Straks gaat hij, heb je geen tijd meer van mij en wil je alleen maar met je vrienden gamen en bellen. Stop the cap. Genoa die gaat de aankomende 3 jaar gewoon nog heel wat activiteiten met mij samen ondernemen. Ja, that is true. Nou, dit filmpje gaan we echt goed opslaan, zodat hij het niet kan vergeten. Nou jongens, ik heb, zoals ik eerder zei, ik ben laat begonnen met de vlog, dus ik heb niet heel veel voor jullie om te delen. Maar dat was het voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer in de nieuwe vlog en dan zal ik jullie wat eerder op de dag meenemen. Like als je mij als een broer wilt en abonneer als je mama als moeder wilt. Ah, dat is een hele goeie. Nou, bedankt voor het kijken. Zie jullie in de volgende video. Ciao.